ik een aardige, maar zeker niet een van mijn betere. En ja, dan is dit het resultaat. En, ja, ik heb alles gegeven, dus ja, ja, kun je dan ontevreden zijn. Ja, ja, ik had meer gewild en meer gehoopt. Ja, een aardige tijd, wil ik zeggen. Maar dat is misschien wel heel erg logisch, omdat ja, je vecht al dagen voor je klassement en in die bergen. Ja, je benen houden, het houdt een keer op natuurlijk. Ja, maar Rowan Dennis vecht ook elke dag voor zijn klassement en Yates ook. En beide doen het relatief gezien beter dan ik. Dus ja, dat is jammer. En wat moeten we daar dan van zeggen? Ja, wat moet je dan van zeggen? Ja, dat het niet altijd feest is. En ja, dat had ik graag anders gezien. Ja, nou goed, het verschil met Yates is duidelijk. Dat je de tijd erin niet vindt is duidelijk. Er is wel een ander ding. Pozzo Vivo en Pinot, ja, die gooi je een stuk achteruit. Ja, dat is mooi, maar ja, ik weet op dit moment, jij weet meer dan ik van uitslagen, dus ik hoor het eigenlijk niet van jou. Dus ja, dat zijn minuten. Ja, nou, dat is mooi in ieder geval, maar de weg naar Rome is mijn belang. En je blijft vechten? Ik blijf altijd vechten. Dankjewel. Dankjewel. Zullen we het hebben over de man met de hamer, Tom? Denk je dat hij nog gaat komen voor Sammy Yates? Of voor mij? Ja, is hij al gekomen, denk je, voor jou? Ik hoop het. Ja, ja, nee, ja, Yates doet het vandaag gewoon weer geweldig. Ja. En ik gewoon behoorlijk, maar niet geweldig. Ja. En dan win je de Giro niet als je het niet geweldig doet. Nee, er komen nog wel een paar etappes aan waar wellicht de tactiek mee gaat spelen. Jouw ervaring van vorig jaar kan ook een pluspunt zijn? Ja, ja, zeker wel. Maar tactiek speelt vooral een rol als je mannetjes vooruit stuurt en je valt dan over de top aan bijvoorbeeld. En je lost de klassementsrijder. Je helpt dan met behulp van ploegnoten, rij je verder weg. Zo is, dat kan een tactiek zijn. Ja. Maar dan moet ik eerst Yates lossen, berg op. Ik snap het. Ja, zij is te verdedigen, Tom. Jij hoeft het. Jij mag de komende dagen kijken en aanvallen. Ja, zeker, zeker. Maar tot nu toe heb ik de benen niet om aan te vallen. Dus alles hangt van de benen af. Ik kan wel aanvallen, maar als hij er dan twee keer zo hard overheen klet, zoals de afgelopen twee weken, ja, dan heeft het geen zin. Dus ja, ik ga gewoon mijn best doen en dan zien we wel wat er mogelijk is. Hoe voel je je daarbij? Dat je je benen net wat minder voelt dan Simon Yates? Of juist wat meer? Als sportman? Nou, hey, als sportman wil je altijd de beste zijn, hè? Dus dat ben ik nu niet. Ja, maar je hoort wel bij de beste van de wereld. Ook weer komend jaar, dit jaar, beste van Giro d'Italia. Ja, ja, de besten, maar niet de beste. Ja, en dat wil ik altijd, maar ik weet ook dat het niet altijd kan. En ik ben ook niet ontevreden over mijn eigen presteren, maar je hoopt altijd op meer. En dat zat er vandaag zeker niet in. Dankjewel. Ja, Tom, tijdrit achter de rug. Had je op meer gehoopt vandaag? Ja, maar zat er niet in. Hey, voelde je dat al tijdens de rit? Ja, de eerste 10 kilometer ging nog wel goed voor mijn gevoel. Reed ik eigenlijk gewoon zoals ik normaal ook zou rijden. En ja, de ene tijd dat kun je dan doorversnellen en de andere niet. En deze tijd het niet. Yates heeft eigenlijk ook een hele goede tijdrit gereden, hè? Want het verschil is niet zo groot als hij wellicht gehoopt had. Nee, daar had ik ergens wel rekening mee gehouden. En, ja, hij is gewoon zo goed in vorm. Hij kan op dit moment even alles. Dus ja, het zij zo. Ik heb een aardige tijdrit gereden, zeker niet echt een goede. Ja, daar moet ik het op dit moment mee doen. Wat is het plan voor de komende dagen? Is dat gewoon je eigen ding doen en wachten op misschien een misstap van Yates of een slechte dag? Ja. Ja? Ja, ik ga gewoon elke dag zo hard mogelijk naar de finish fietsen. En ik hoop dat die de slechte dag van hen er gaat komen, maar die slechte dag kan ik net zo goed hebben. Dus ja, op dit moment zie ik niet in waarom hij hem zou krijgen. Hij gaat zo sterk in de ronde. Dus ja, dus op dit moment Niet aannemelijk dat je een slechte dag gaat hebben. Dankjewel. Ja. Maxime, jij vraagt? Ja, dat zijn vorm op dit moment gewoon super goed is. En dat er moet een wonder gebeuren, wil ik die achterstand goed maken. Een wonder zeg je? Toch nog 3 aankomsten waarop, met de eerste die dan misschien in theorie beter ligt dan Yates. Nou, heb je de afgelopen 2 weken gekeken? Volgens mij liggen hem aankomstberg op liggen Yates nog net een tikkeltje beter dan mij. Dus nee. Ik ga gewoon elke dag blijven vechten, alles geven tot aan de finish en dan ga ik het wel zien. 1 vraagteken bij de Roze Kruidrager. Hij heeft het nog nooit bewezen over 3 weken dit niveau aanhouden. Dat heb jij vorig jaar wel gedaan. Ja, maar dat was ook mijn eerste keer. Eens moet de eerste keer zijn. En dit wordt zijn eerste keer volgens mij. Je krijgt
wedstrijd naast het dak steken. Is dat de grootste ontkoping van de dag? Ja, dat vind ik wel jammer. Ik had hem graag gehad, maar ja, er waren er twee beter. Ik heb alles gegeven en het zat er niet in. Ik had geen superdag. Ik ben wel tevreden, maar dat kan niet altijd raak zijn.